beste mensen. Mooie locatie. Ed. Jongen. Nico. Geweldig, man. Ja, goed, ik zit in het kalkoentje in Renen. Heel leuk restaurant waar ik ontzettend graag kom. Ik ga ook zo lekker wat eten en we gaan wijn proeven. En ik heb een opdracht voor deze twee culinaire grootmachten die naast mij zitten. Want we gaan een proeverijtje doen van Pinot Blanc. Van Arno Bauer. En dat is een organic gemaakte wijn. Twee verschillende jaren. De 14 is gemaakt met een kunststofkurkje. Want het gaat weer, doen we kurk of doen we niet kurk. Ja, dat is een beetje mijn item altijd. Ja. Dus 14 is met een kunststof geperste kurk. En 15 is met een echte kurk. Okay. Jullie blind, ik weet het. Jullie gaan proeven. Okay. Dat is één. En, dat gaat dus worden. Hè? Jullie slurpen en je vertelt maar wat je het lekkerst vindt. Breder en sappiger in de bek, die 15. Ja, lekker. Lekker of niet lekker? Ja, lekker. Heel lekker. Maar dus kurk of geen kurk? Kurk, al is dat... Ja, maar kijk, ik vind dat echt... Ja, nou, dat is toch een discussie? Ja, dat weet ik wel, maar al is het maar voor sentimental reasons, vind ik een kurk sowieso leuker dan plastic. Ook lekker. En, lekker. We ruiken de asperges al een beetje. Hè, vind je? Zo is het. Nou, gisteren belden ze daar al voor de asperges. Oh, ja. Ja, maar ik doe het gewoon vroeg, niet. Man. Het is toch veel te vroeg. Ja. Dan straks, als ze zo helemaal vol, ik noem het altijd vol suiker zitten in begin juni. Ja, dan zijn ze op z'n lekkerste. Als je ze nu schilt, hè, dan heb je gewoon natte handen. Ja. Als je ze straks in eind mei, begin juni schilt, dan plak je helemaal. Ja. Het is wel zo dat het echte, bij ons in ieder geval, het echte asperges eten met... of met zalm en mooie gemaakte beurre blanc en dergelijke. Ja, dat is de laatste jaren wel minder. Ja, we gaan dit jaar waarschijnlijk wel een truffelgerechtje maken met zalm. En dan echt een klassieke terughalen. Truffel met zalm? Of met asperge? Nee, sorry, met asperge. Dus dat we een gerechtje maken met een klein beetje aardappelmousseline, asperge, gebakken spiegeleitje. Oh, truffel. Bel je mij. Gewoon een echt. Bel je ja, ja. Maar hoe heet het nou ook alweer? Ik weet het niet meer. Van die jeugd of zo heet het. Oké. Okay. Het heet een klassieker. Ja, en dan een lekker glas Elsa's erbij. Oké. Okay. Nou, dank jongens. Ja. Cheers. Graag gedaan. Black trombone. Monotone, le trombone.